Een reizende beurs, hè? Jij kent het natuurlijk ook uit de periodes in Antwerpen en Bremen. Ja, klopt. En we zijn natuurlijk al jarenlang bezig om naar Rotterdam te halen. Dus dat was al een project vooraf om hierheen te krijgen. En nu zijn we met het project zelf bezig natuurlijk om goed in te vullen met onze leden en onze partners. Dus ik lig er nog niet wakker van. Bigger, better, break bulk. Dat is het thema al wekenlang van deze video's. En ik heb weer twee heel interessante gasten hier in de studio, de RPPC-studio in de Waalhaven. Namelijk Chris van der Deyl, community manager bij RPPC. En natuurlijk Sander. Ja. Stel je eens voor. Sander Molmans, werkzaam bij Mammoet. Commercieel verantwoordelijk voor de terminals die wij hebben binnen Mammoet. Ja. Ondertussen alweer 12 jaar werkzaam bij Mammoet en daar houden we 3 jaar verantwoordelijk, commercieel verantwoordelijk dus voor de terminals. Ja, nu kent iedereen Mammoet van hele grote kranen en onderzeeërs die worden geborgen. Klopt, ja. Wat doen die terminals? Ja, terminals, eigenlijk zijn die ontstaan puur voor het eigen equipment, het op- en overslag, een stukje storage en dergelijke. Alleen, we doen langzamerhand ook steeds meer breakbulk voor third party. Ja. Maar ook de offshore en dergelijke die wij daarbij ook leveren. Tenminste, de op- en overslag daarvoor leveren. Ja. Dus zo'n foto zou jullie werk kunnen zijn? Op de monopiles en dergelijke doen wij dan niet. Maar wel zulke soort dingen doen wij allemaal als Mammoet zijn. Voornamelijk transformatoren, generatoren. Grote, zware delen allemaal slaan wij op en over. Ja. Offshore supply base zijn wij voor een van onze vaste klanten. Dus mooie dingen. Gedwongen winkelnering met de rest van Mammoet? Het is wel de bedoeling natuurlijk dat zoveel mogelijk altijd proberen een verlengstuk zijn van onze eigen activiteiten. Ja. Natuurlijk het klaarmaken voor projecten. Denk daarbij onder andere een heel groot project wat we laatst hebben gedaan is natuurlijk de Lekbrug. Het uitvaren van de Lekbrug. In Vianen, daar worden de pontons worden helemaal voorbereid. Te water laten van jachten doen wij ook. Dus al die zaken zijn natuurlijk aanvullend op de activiteiten die wij doen als Mammoet. Ja, mooi. Chris, ja. Community manager, er komt een hele grote beurs aan. Ja. De grootste beurs wellicht in de 90 jaar dat RPPC bijna bestaat. Lig je er wakker van? Nee, ik lig er niet wakker van. Nee. Ik kijk alleen maar heel erg naar uit, Mels. Ja, we zijn hier al zo lang mee bezig. Die beurs is natuurlijk, het is een reizende beurs. Hè? Ja. Jij kent het natuurlijk ook uit de periodes in Antwerpen en Bremen. Ja, klopt. En we zijn natuurlijk al jarenlang bezig om naar Rotterdam te halen. Dus dat was al een project vooraf om hierheen te krijgen. En nu zijn we met het project zelf bezig natuurlijk om goed in te vullen met onze leden en onze partners. Dus ik lig er nog niet wakker van. Okay. Maar 12 weken nog, Mels. Dus, ja, precies. Tijd tik weg. Ja. Op het moment dat we dit interview doen is het 12 weken. Oh ja, heel goed. Hoe gaan jullie presenteren als Mammoet op de beurs? Ja, wij hebben zelf een stand. En dat is buiten de RPPC. Maar daarnaast staan wij ook nog, hebben een zelf bij RPPC plein. Ja. En wat is de scheiding tussen die twee? Nou, je ziet het zo dat wij eigenlijk onze terminal activiteiten willen wij dan echt bij het RPPC Poort of Rotterdam plein staan. Ja. Om daarbij ook wat meer bekendheid. En ook natuurlijk, het versterkt elkaar. Hè? Dus alle RPPC-leden versterken elkaar. Ja. Misschien wil je gewoon op het plein gewoon je collega's een beetje in de gaten ook, houden. Ook uiteraard. Wie staat daar? Wie staat daar? Ja. Dan is dat een hele diverse groep, Chris. Ja, het is heel divers inderdaad. Het is een heel mooi voorbeeld van Sander. Hè. Terminals zijn aanwezig, maar natuurlijk ook partijen die echt aan de transportkant zitten. Dus wegtransport of op het water. Ja. En allerlei dienstverleners sluiten aan. Dus ik denk dat een groot deel van die supply chain vanuit Rotterdamse wel aanwezig is. Ja. Is er nog ruimte als iemand denkt, ik wil nog een zuil of stand? Ja, het is altijd moeilijk als RPC om nee te verkopen naar je leden. Dus als de leden zich melden van, kan ik nog meedoen, dan zoeken we altijd naar een mogelijkheid. Ja. Maar veel ruimte is er niet meer. Ja. Dus de snelle beslissers, die kunnen zich nog bij me melden inderdaad. Ja. Ja. Hoe belangrijk is Rotterdam voor Breakbulk? Ik denk eigenlijk heel belangrijk. Rotterdam is bekend natuurlijk als containerterminal. Maar steeds meer en meer breakbulk zien wij ook om ons heen. En is uiteraard voor Mammoet, waar wij bekend om zijn, het groot zwaar transport. Ja. Zowel horizontaal als verticaal. Ja, is voor ons onze business. Jullie waren altijd al bezig met dat wat niet in de container past. Klopt, ja. En dat is eigenlijk ook voor ons het breakbulk. Ja. Wat voor de ene natuurlijk, wat de kleinere stukjes is voor ons echt het oversized wat niet in de container past. Ja. Als je hebt alle beurzen een beetje bezocht van de Breakbulk Europe, dus wat voor trend zie je eigenlijk? Trend in welke vorm? Nou ja, één, wat presenteert zich daar of wat is hot?
Om die vraag te beantwoorden, ik denk de breakbulk is natuurlijk aan de ene kant zijn het de verschepers, de rederijen natuurlijk. Aan de andere kant zie je heel veel wegtransport ook. Langzamerhand ook steeds toch wel meer binnenvaartrederijen. En dat is denk ik zeker ook voor een haven als Rotterdam. Staan wij daar, is het eindelijk zover dat die beurs daar moet zijn. Ja. Wat betreft die trend is... wij dachten eerst een hele tijd van... breakbulk gaat steeds meer met containerrederijen ook. En toch zie je denk ik langzamerhand dat weer een beetje terugkomt. Zeker ook met de huidige prijzen, met containers en dergelijke. Ja. Dus Hoe belangrijk is dit voor de community, de breakbulk community? Ja, heel belangrijk. We hebben natuurlijk gewoon zo'n topmoment nodig om de community echt bij elkaar te brengen. Ja. En ik denk dat de community er altijd al was. Hè. Wij claimen hem nu eigenlijk een paar jaar samen met het havenbedrijf. Maar die was er natuurlijk al lang. Ja. Alleen nu kunnen we ook echt iets voor ze betekenen. En als je bedenkt dat natuurlijk voorgaande jaren was natuurlijk de haven presenteerde zich op die beurs. Ja. En nu zijn we eigenlijk vertienvoudigd qua voeroppervlakte. Ja. En het leuke is ook dat heel veel bedrijven die altijd als bezoeker op die beurs aanwezig waren, die doen nu echt heel actief mee. Ja. Dus in die zin merken we ook een stukje activatie binnen onze leden. Dat we ze nu ook echt iets kunnen bieden voor die sector. Ja, überhaupt dus lid worden. Ook dat. Dat heb je ook. Ja. Dus ik denk dat we zeker na die beurs dat het alleen maar meer zal worden. Dat hopen we natuurlijk, dat ook de omgeving ziet van hey, dat is een krachtig signaal wat die haven er afgeeft. Ja. En ik ben daar onderdeel van, of ik wil er onderdeel van uitmaken. Ik ga me aansluiten. Ja. Ga je zaken doen, deals sluiten of is het netwerk? Nee, het is voornamelijk netwerken natuurlijk. Ja. En we hebben elkaar, heel veel mensen hebben elkaar de hele tijd niet gezien natuurlijk. Daarnaast zijn natuurlijk ook door, omdat je die mensen, bepaalde mensen hebben je überhaupt nog nooit gezien, omdat er wat verschuivingen binnen de markt zijn geweest. Daarnaast zie je dan dat natuurlijk de mensen die je dan verschoven zijn, wie zijn de huidige spelers, met wie heb ik tegenwoordig te maken. Dus op die manier is het alleen maar goed. Ja, en als er natuurlijk een deal gesloten kan worden, dan zou ik dat uiteraard niet nalaten. Nee. Wanneer is de beurs een succes voor FPPC en voor jou? Ja, dat is misschien een beetje flauw of makkelijk om te zeggen, maar ik ben natuurlijk blij als onze leden tevreden zijn. He, daar doen we het uiteindelijk voor. En zelf heb je natuurlijk allerlei organisatorische zaken waar je naar kijkt. Hè, van loopt het goed qua flow op de stand, de organisatie van de side events. We hebben natuurlijk heel veel borrels, activiteiten. Ja. Dus daar kijken wij vanuit de organisatie ook naar. Ja. En dat zijn natuurlijk zaken waar zij zich geen zorgen over moeten maken, die organisatie. Zij moeten gewoon komen, deelnemen en enthousiast zijn. En, want het is heel duidelijk, de beurs is niet 9 tot 5, maar voor en na gebeurt ook van alles. Ja, ik denk dat zeker zo'n beurs er ook onbekend staat. Dat ik zeker daarna met alle side events. Ik weet niet of jullie nog iets doen, maar eigenlijk al die ondernemers die doen toch wel iets met hun klanten. Dat van iets kleinschalig, dat is groot. Ja, we zijn uiteraard daar nog wel mee bezig met de laatste puntjes op de i. Dus ik wil er ook nog niet te veel over zeggen. Maar uiteraard voor ons is het natuurlijk voor de klanten die hierheen komen, onze zakenrelaties die hierheen komen, om in ieder geval de haven Rotterdam te laten zien. Onze eigen locaties natuurlijk te kunnen laten zien. Dus voor ons is het natuurlijk ideaal evenement en ideaal locatie. Kortom, dames en heren, kom naar de beurs en dankjewel. We zien elkaar dan. Dankjewel.